wanneer je de avond zegt, we doen het morgen wel, dat was. En 's ochtends heb je er spijt van. En was dus zelf ook nog niet wakker, dus ik ben zelfs bang dat ik het voor haar moet laten staan, want ik ga zo meteen padellen. Dus ik eet ook niet zoveel in de ochtend. Ik heb dit, het is een soort maispudding. We hebben deze ook wel eens gehad van rijst. Dit meng je alleen met heet water. Omdat ik straks ga padellen wil ik niet te veel eten, omdat het gewoon te zwaar op de maag ligt. Dus het enige wat ik ga eten is dit. En na het padellen eet ik dus een echt ontbijt, zeg maar. Sorry voor de troepnos. En ik zie net dat we deze ook nog hadden, blijkbaar het nosdi gehaald, een ginger mango shot en twee mandarijnen. En dat is het voor nu. Dus ik ben ietsje lichter dan vorige keer bij Marloes. Maar zelfs dan ben ik nog 2 kilo aangekomen. Echt super leuk. Heel langzaam gaan mijn buikspieren weg nu. Maar het is echt, in een week is er zoveel gebeurd. En zoals je ziet, ze zitten er nog wel als ik ze echt aanspan. Maar het is gewoon leuk om te zien dat ik goed aan het aankomen ben. Ik moet nog even wakker worden. Zoals je wel kan zien. Weet je wat grappig is? We nemen dit gewoon op met ons ongewassen hoofd. En it's all good. Dat is wel grappig. Dat is even de allereerste body update na mijn eerste week bulk. En vorige keer had ik heel veel vragen over wat de hel dit is. Het is gewoon een lip tint. Ik zal eventjes een linkje van de Amazon in de beschrijving zetten voor jullie. Zo. En dat laat ik even een minuutje zitten. Zo. Oh, is het nog goed? Ik heb een heel licht make-upje met een beetje concealer. En ik krijg wel eens de vraag van, Nos, waarom daar geen make-up als je naar buiten gaat in de gym? Nou, omdat ik altijd gym midden op de dag, dus ik heb heel veel te doen ervoor, daarna, et cetera. En ik zweet dus eigenlijk nauwelijks op mijn gezicht. Dus het is heel fijn en tijdbesparend dat ik me gewoon kan opfrissen daarna en gewoon weer zo verder kan met mijn dag. Weet je wat zo schattig is? De katten die weten altijd als Jer thuis komt, van tevoren al. Heb je hem gehoord? Is hij daar? Ga kijken dan. Ga maar kijken. Het is alsof mijn kinderen zijn af en toe. Wedden dat Jer in de garage staat? Maar even kijken. Oh, de deur is nog open. Jer! Sir! Kom je de auto nog uit? Of... Kom je de auto nog uit of wat? Really? Good day. Good morning, hello. 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 Het is nog steeds hier. Dus? Ik zei toch, ik moet het voor jou laten, want ik moest naar padel. Zo, je moet het voor mij laten. Ik had geen tijd. Wij gaan nu de afwas doen en ik heb ook echt honger. Oké, het eerste wat ik in de ochtend altijd doe is nog steeds mijn collageen. Ik heb nu die van MyProtein met grape flavor. Daar is er helemaal weg van. Dat is ook wel lekker. Ja, hij is ook echt lekker. Moet ik zeggen.
En het is niet zo super chemisch, want daar hou ik echt niet van. Dus we hebben in ieder geval die. En dan doe ik blauwe bessen creatine erbij. Dat is wel echt heel chill. Ze hebben allemaal smaakjes van de creatine. Die zijn dus niet zo mega sterk of zo, weet je wel. Dus mochten jullie het leuk vinden, ik heb zo technisch weer een code. Gewoon mijn naam, Nosli, krijg je altijd de hoogste kortingen bij alles. Op al mijn proteinproducten. En zo zorg ik er ook voor dat ik gewoon in de ochtend gelijk genoeg drink. Dat je toch best wel uitgetogen bent als je 8 uur of meer, of hoe lang je dan slaapt, geen water hebt gehad. Wat ga je doen? Oh my god, Jeremy is de energy can. Ik zweer het. Ja. Koud. Wat ik nu dus tegenwoordig doe, is dus mijn eiwitten en koolhydraten scheiden. Omdat ik zo meteen ga trainen, is het handig dat ik eerst mijn koolhydraten eet en dan daarna pas mijn eiwitten. Dus ik neem maispudding. Maispudding, dat had ik ook vanochtend. Maispudding, jezus. En ik vind het gewoon lekker, maar het is ook super snel, want je doet er heet water bij en je laat het er staan en is het klaar. Dus dat doen we hier. En dan doe ik er alleen een beetje kaneel doorheen. That's it. Lekker hoor. Jongen. Ik heb hetzelfde. Ah, mijn bakje ligt nog in de auto. Wacht, kom maar. Kijk hoe leuk. Had jij dat al laten zien? Nee. Oh, kijk, Nos heeft een nieuwe pan gehaald. En elke keer als we gaan koken, moet ik dus water erin gooien. En kijk, het ligt er nog op. Kijk, want dan doet hij dit. En dan gaat het alle kanten op. En dan weet je dat hij heet genoeg is. Ik heb niet echt honger. Dus het enige wat ik nu ga eten is 3 eieren. Ik let op mijn eten. Net als Nos wil ik ergens naartoe weg. Zo, hè? En meestal in de winter gaat het helemaal fout. Oliebollen, kerst, dat soort dingen. Dus deze winter dacht ik, weet je wat, probeer het gewoon vol te houden. Maar wat is je doel? Ik weet dus hoe ik er nu uitzie, hoe ik er dus vanochtend uitzag. En dat wil ik zo behouden. Meestal ga ik een beetje zo. En dit wil ik gewoon even zo behouden. Ik voel me goed. Ik heb net 1,5 uur gepadeld. Ik ben helemaal niet moe. Ik ben licht op mijn voeten. Dus dat vind ik gewoon heel chill. Dus dat is mijn doel op dit moment. Mijn handen. Maar wil je dan nog steeds leaner worden dan wat je nu bent? Nee. Wat ik doe, en dat is misschien raar, maar dat werkt echt heel goed voor mij, is dat ik dus onder mijn caloriebehoefte eet met de dingen die ik... Jezus! Ha! Oh, it's a day like that. Ja, met mijn dingen die ik dus standaard eet, maar ik ken mezelf en er zijn zoveel lekkere dingen in huis. Ik eet altijd iets extra's. En Nos heeft hier ook gewoon een cake staan. En een beer, jongen. Ja, en dan weet je of er een chocoladereep in huis en dan als ik dus echt op onderhoud zou eten, dan kan ik er nooit iets extra's bij eten. Dus, ik eigenlijk hou ook gewoon een safety marge voor mezelf. Voor alles wat er in huis is. Maar als je dan je snackjes erbij op zou tellen, eet je dus wel op onderhoud? Ja, ongeveer. Denk ik. Maar dat is wel anders. Denk ik, maar dat weet ik niet. Nou, dit is mijn ontbijt dus. Dan heb ik collageen met creatine. En de maispudding is ondertussen dikker geworden, dus die kan ik dan nu eten. En dan heb ik hier mijn supplementen voor overdag. Ik zal even in het scherm zetten wat het allemaal is. En dit doe ik niet elke dag, maar deze hadden we nu toevallig. Neem ik eens een groente dingetje. Een ei. Altijd goed. Met sriracha mayo. De saus die bij alles past. Op brood. Bij vis. Ik denk dat we kunnen concluderen dat jij addicted bent aan energy cans en aan sriracha saus. Dat is gewoon, that's it. Nee. Ik was even mijn tas aan het klaarmaken en denken jullie misschien wat de hel was. Maar een banaan ga ik meenemen voor na mijn training. Ik heb dus iets nieuws. Ik moet dus om te testen of mijn energie zeg maar overdag beter is, mijn eiwitten en koolhydraten scheiden. Nou, ik moest wel echt even nadenken aan het begin van hoe de fuck ga ik dit doen? Want dat is raar toch? Want je maakt een maaltijd, het is bij elkaar, hoe haal je dat uit elkaar? Dus ik eet een beetje apart en misschien denk je ook in deze What I Eat in a Day van, huh? Maar goed, we zijn dus nog steeds aan het kijken of mijn energie overdag beter wordt daardoor. Omdat blijkbaar de pH-waarde van eiwitten in je maag en de vertering anders is dan met koolhydraten. Wat ervoor kan zorgen dat je energie verandert overdag. Ik vond het heel interessant in ieder geval. Dus omdat ik dus als ontbijt mijn maispudding heb genomen, wat koolhydraten zijn, ga ik eigenlijk na mijn training, als ik thuis ben, eiwitten eten. Maar
ik moet daarvoor nog even boodschappen doen. Ik moet nog naar de auto lopen. Dan ben je zo ondertussen ook wel weer 2 uur verder. Dus dat is ook een beetje de tijd die ik tussen maaltijden hou. Dus als ik straks uit de gym rol, neem ik een banaan en een klein stukje chocola. Omdat het ook gewoon even wat lekker is om even wat te munchen in de auto. Sowieso heb ik de hele dag door eigenlijk mijn water mee. Ik drink ongeveer tussen de 2 en 3 liter, soms zelfs wat meer. En ik moet er echt op letten, want het is gewoon ontzettend lastig om zoveel te moeten drinken, maar ook te willen drinken, want het is gewoon goed voor je. Maar als je er niet op let, dan is het zo, zeg maar, weer avond en heb je niet genoeg gedronken. Ik denk dat ik wel even een pre-workoutje ga pakken, zonder cafeïne. Ik vind die zelf het chillste, maar dan heb ik toch net even een beetje meer energie. Ik heb vandaag de pump. Van mijn vorige pre-workout, veel van jullie zeiden toen wel eens van, oh, maar als ik de pump neem, dan voel ik het niet. Maar in deze zit dus beta-alanine, wat ervoor zorgt dat je een klein tintelingetje voelt. Want het kan zo zijn inderdaad dat je niet, zeg maar, die mega rush krijgt. Maar ondertussen zijn je vaten wel aan het verwijden, et cetera. Waardoor je dus meer zuurstof kan vervoeren en een betere workout hebt. Maar wat wij vaak van pre-workouts gewend zijn, is dat als je het neemt, dat je helemaal, helemaal gaat stuiteren. Waarom pak ik dit? Anyways, helemaal gaat stuiteren. Maar dat komt dus omdat er vaak cafeïne in zit, beta-alanine en al die dingen die je echt eventjes aan tilt zetten. En daarom vind ik dus deze versie beter eigenlijk. Omdat ik voel dat het wat doet. Maar ondertussen sta ik niet helemaal zo door de gym te gaan, zeg maar. Maar heb ik wel een betere workout. Dus ik hoop dat dat een beetje logisch klinkt. Ik vind het soms echt lastig om dingen duidelijk en in één lijn uit te leggen, weet je dat? Dus ik hoop dat het overkomt. En zo niet, hebben we pech, want dit is het. En nog één kleine aanvulling. De beta-alanine op zichzelf, zeg maar, want het is een stofje wat je veel voorbij ziet komen in pre-workout, zorgt ervoor dat je eigenlijk je verzuring, dus wat je heel snel hebt, dat je spieren helemaal opgepompt zijn en eigenlijk dat je niet meer kan, dat tegengegaan wordt. En daardoor kan je dus ook langer zwaardere gewichten tillen, et cetera. Dus het heeft allemaal een functie. Maar het kan op een gegeven moment wel zoveel zijn dat ik leg ook niet alles uit van A tot Z, want het is gewoon too much. Maar van die highlights vind ik zelf altijd wel fijn om te zien, ook bij andere fitness influencers en zo. Als je toch net even die extra push aan info hebt, dat je ook het kan plaatsen waarom je iets neemt. Want anders is het niet logisch en waarom zou je het dan nemen, snap je? Anyways, ik wil te veel. Let's go train. Wel één dingetje, tegenwoordig is het een beetje lastig in onze gym om te filmen. Dus ik ga proberen om wat op mijn telefoon op te nemen voor jullie. En anders maken we even een aparte workout video later. Oh jongens, het is buiten zo druk in het weekend in Amsterdam. Oh my god. Anyways, ik ben blij dat ik weer in de auto zit. Ik heb even boodschappen gedaan. Tijd voor de banaan en een lus chocola. Echt, dit is wel echt het ding van bulken. Ook dit is zo chill dat je, natuurlijk, ik bedoel, je kan altijd banaan en chocola eten. Maar het is meer dat de extra koolhydraten geven me zoveel meer energie. Maar omdat ik in social media werk en dat we vaak werken met campagnes en zo en weet ik wat allemaal, fotoshoot, heb ik eigenlijk zo lang constant, ja, niet per se in een deficit gezeten, maar wel dat je altijd mijn buikspieren zag. En het is heel chill om het even los te kunnen laten. En ja, het hoort er natuurlijk bij met social media, maar goed. Weet je? Dit is dus die cake waar ik het over had van dus. Kapot groot stuk ook. Ah, je kijkt al de hele tijd naar uit. Oké, okay, ik was net aan het opnemen en toen zag ik in één keer, omdat wij overal camera's hebben hangen, dat er iemand voor de deur stond en we hadden iets verkocht via Marktplaats. En toen was ik helemaal in paniek, want ik was niet op tijd en weet ik veel wat. Nou ja, anyways, ik ben nu thuis. Hallo. Ik heb net mijn stukje chocola ook gegeten in de auto. Kapot lekker met amandelen en zo. Het is nu eventjes tijd voor een matcha latte. Obviously. En dan ga ik alvast mijn eten maken wat ik denk over ongeveer een uurtje of zo ga eten. Matcha latte. Voor degene die het vroegen trouwens vorige keer, iedereen zei van, oh, waarom geen sojamelk?
Sojamelk kan, met de nadruk op kan, je hormonen verstoren. Maar dan moet je echt minstens 500 milliliter tot een liter soja per dag drinken. Dus daarom is het ook wel hopelijk leuk en belangrijk natuurlijk voor jullie om deze video's te blijven kijken. Want dit zijn allemaal van die dingen die ga ik allemaal nog uitleggen. Maar dat kan allemaal niet in één keer. Dus mijn matcha latte met sojamelk. Dit is 230, 250 milliliter of zoiets. Dus dat is echt wel prima. En mochten we nou uiteindelijk erop uitkomen dat mijn hormonen dus niet in balans komen, dan kunnen we altijd nog proberen dit eruit te halen. Maar voor nu is dit even prima zo. Oeps. Jij bent sla aan het bakken. Sorry. Jongen. Lekker. Lekker. Slokje? Is nee. Ik had deze net nog bij de supermarkt gehaald. Echt super lekker, maar omdat ik dus... Ik was even wat aan het vertellen, Jer. Wat, waarom ruikt het raar? Ruik het in het pakje. Dan zeg maar dat het niet. Dit is oregano en rozemarijn. Het is een focaccia, Jer. Bruikbaar. Anyways, omdat ik dus mijn eiwitten en koolhydraten apart moet doen, gaat Jerdy nu alvast wel eten. Uh-huh. Enjoy. En ben ik eventjes garnalen aan het fixen. Die zijn bijna klaar. En ik eet ei erbij. Rare combo misschien. Maar als we dit doen met dat en groenten is het heel lekker. En ik heb deze. Het zijn twee keer een kippenborst. Zit nog hieronder ook. Ja, lekker vol. Nos, vind je het dan niet irritant voor jezelf om eiwit en koolhydraten te scheiden, zeg maar? Jawel. In ieder geval, ben je er aan gewend of? Maar... Het punt is meer dat ik eigenlijk meer het idee had in mijn hoofd dat ik er meer van zou merken. Maar ik merk het niet echt aan mijn energie overdag. Dus ik ga het ook nog even met Marloes even checken van, joh, misschien is het iets anders met mijn energie. Maar ik vind het ook wel soms een beetje onhandig. Omdat je heel graag dingen wil mixen en het is zo lekker. En ik ben echt van eten, dus dat is een beetje de inner fat kid in me. Dat ik gewoon alles wil mengen en zo. Maar wat ik zei, van ik ga alles uitproberen. Van A tot Z om mezelf beter te maken. Dus als dit is iets is wat ik 3 maanden moet doen, prima. Als ik daarna er beter uitkom. Maar voor nu is het inderdaad, het is heel raar. Ja, je moet er echt aan wennen. Oké. Okay. Mochten jullie ondertussen denken, deze meid spoort niet, wat eet jij? Het is echt lekker. Ik heb 4 eieren met 200 gram garnalen en ik heb spinazie. En een beetje hot sauce eroverheen. Het is raar, maar het is echt een goede combo. En like I said, het is improviseren. Het is even kijken wat bij elkaar past. En dit wordt in ieder geval mijn post-workout meal. Ja, het is goed gekeurd. Ja. Het is ondertussen avond, jongens. Le diner. Even kijken, ik heb nog er garnaaltjes. Mm-hmm. De echt chill, als het er al is, zeg maar. Met wat courgette. En ik heb hier nog wat tomatenpuree. Ik heb ook nog wat, hoe heet dit nog? Spinaziepasta. Ja, dat vermist met normale pasta dus. Meestal in mijn avondmaaltijd heb ik dus de meeste groentes afgezien dan van de salade. Meestal is het iets van courgette of paprika. Heel soms broccoli, maar daar eet ik niet zo heel veel meer van de laatste tijd. Meestal heb ik nog gewoon zo'n bol. Ik heb hem nu dus met garnalen, omdat we die nog in huis hadden. En Nos had ze al toevallig gemaakt. Oh, heel toevallig. En Nos had ze al gemaakt, dus. Maar ik heb hier ook nog wat zalm in de koelkast liggen dat ze aan het ontdooien. We hebben nog wat gehakt en gisteren hadden we biefstuk. Dat was heel lekker. Dus de laatste tijd probeer ik wel steeds meer te variëren met proteïnebronnen. Ik hou gewoon heel erg van kip, dus die doe ik altijd door mijn salade. Eieren in de ochtend en ja, zo variëren wij een beetje met proteïne en natuurlijk de supplementen wanneer we ze nodig hebben. Girl dinner! De meiden die kijken weten precies wat ik bedoel. In ieder geval, ik heb dus 2 focaccia's met kaas, super chill, gewoon in de grill gegooid. Dan heb ik nog wat vitamintjes, ik heb een sinaasappel en kiwi met kaneel. Het is echt super lekker, probeer het een keer uit. En die eet ik in zijn geheel op, by the way, dus ook met de schil en dan nog een stukje komkommer. En dit is dan wat ik in de avond eet. Het is trouwens niet elke dag hetzelfde, verre van. En dit is de eerste keer dat ik dit zo eet. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is om even te melden. Omdat je soms denkt van, oh, dit eet jij elke dag.
Nee, het is weekend. Girl dinner is on. Ik heb geen zin om te koken. En dit soort dingen is dus wel chill als je in een bulk zit. Is het gezond? Ja, waarom niet? Eet je dit elke dag? Nee. Zou je het elke dag moeten eten? Nee. Maar it's fine. It really is. Weet je, eten is alsnog je benzine. En dit geeft genoeg benzine, ook voor mijn workout volgende keer. Dus het maakt echt niet uit. It's fine. Ik zat daar net nog over na te denken trouwens, dat tegenwoordig, ik had het ook met Marloes erover, zijn er zoveel meiden, maar ook jongens, gewoon überhaupt de mensheid, zeg maar, met zoveel struggles, met eetproblemen, met body dysmorphia, et cetera. En misschien voor alle ouders die nu zitten te kijken, mij heeft het echt heel erg geholpen dat ik ten eerste eigenlijk niet eens ervan afwist van het probleem, zeg maar, wat er dan zou moeten zijn met mijn lichaam of whatever. Omdat ik mijn ouders en vooral mijn moeder altijd alles zag eten, maar met mate. Maar ze at ook zo een chocoladebar weg en dan volgende dag was het weer super gezond. Maar eigenlijk doordat het nooit benoemd is als een bestaand probleem, van oh kijk hoe je eruit ziet, dit, dat, dit is slecht voor je, dat is goed, heb ik echt een balans voor mezelf gevonden van wat wil ik eten, wat kan ik eten en hoe gezond is iets, zeg maar. Dus ik denk echt dat, zeg maar, je kinderen kijken zo erg op echt micro details, zeg maar, wat je doet. En mijn moeder heeft echt jarenlang, zeg maar, gewoon altijd vers gekookt voor ons. Maar ze deed het met wat ze had in de koelkast, weet je. En dat was dan misschien alleen wortels en prei en misschien nog niet eens een stukje vlees of whatever. Maar het werd vers bereid. En ik denk echt, zeg maar, dat in de tijd van nu, dat af en toe mist. Want alles heeft een naampje. Alles heeft een probleem eraan vasthangen. En hele jonge kinderen worden daaraan zo vroeg al blootgesteld. En ik vind het zo sneu dat ook tieners van nu, zeg maar, die hebben al gelijk heel veel problemen met hun lichaam. Die hebben het idee dat als ze een pannenkoekje eten, dat ze 10 kilo aankomen. En dat komt natuurlijk ook door media, social media en whatever, maar des te belangrijker. Ik hoop echt serieus oprecht, no joke, dat jullie uit onze video's een hele gezonde balans halen. Met lekker eten, kunnen leven, maar fucking sterk zijn in de gym ondertussen. Eruit willen zien hoe je wil, hoe dat dan ook is, hè. Ik bedoel, iedereen is anders. Maar dat daar oprecht, zeg maar, iets van overkomt op beeld. Ik gun dat echt gewoon iedereen. Ik had het ook met Marloes erover van, zij zei ook hoeveel meiden wel niet met eetstoornissen bij haar komen. Puur en alleen door wat ze zien op social media. En die zijn zo jong nog. Maar ook hele wat oudere vrouwen. Weet je, iedereen kampt er wel mee bijna, lijkt bijna. Echt veel mensen hebben zo'n probleem met eten. En ergens denk ik, is ook wel logisch. Want waar de hel wordt dit je geleerd? Ik vind echt, zeg maar, dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft naar de mensheid, zeg maar, om dit dus gewoon aan te leren. Maar goed, dat is weer een heel ander ding. Daar kan ik echt uren over lullen. Point being, ik hoop gewoon dat als je onze video's kijkt, dat je ook bij mij ziet van, hé, ze heeft een gezonde balans. She doesn't give a fuck. Gaan we lekker chocola eten in de auto? Doen we dat, weet je? Ik bedoel, het maakt niet uit. Zolang je maar eten gewoon ziet als brandstof. Want als jij in je auto geen brandstof doet, gaat hij niet rijden. Dus als jij je de hele dag kut voelt en je eet niet, want je denkt je komt aan of het is niet goed of whatever, eat it. Eet je eten. En zie gewoon wat voor kracht eruit voortkomt. Je hebt er ook genoeg van, hè? Dat was even mijn rant. Dankjewel voor het luisteren. Ja, gaan we weer. Ik ben vergeten mijn eigen kwart te halen, dus ik jat Jeremy's kwart. Die stopverf. Iedereen weet dat ik de stopverf niet lekker vind, maar goed. Hè? Afogaat. Wat? Niks. Dit is de laatste, hè? Ja. Niet vergeten. Ik haal morgen voor je, Nee, ik ook wel. In ieder geval, voor iedereen die zich afvroeg hoe je in godsnaam kwark met slagroom eet. Na de vorige video was dat een van de adviezen die ik kreeg van mijn coach. En toen vroeg eigenlijk ik samen met jullie ons af van waarom zou je dat in godsnaam eten? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Als jij 's nachts slaapt, dan herstel je van eigenlijk de kleine spierscheurtjes die je
jezelf hebt aangedaan door te trainen. Waardoor je uiteindelijk natuurlijk groeit in spier. Maar dat moet een soort van opgevuld worden en hersteld worden. En dat doe je met eiwit in het algemeen. Daardoor zie je vaak ook online mensen en in fitness en alles altijd praten over hoog in eiwit. Want het herstelt je spier. Nou is het dus zo dat je blijkbaar 's avonds die aminozuurtjes nog meer nodig hebt om te herstellen. En dat het dus eigenlijk de hele nacht door kan werken om dat te doen. Dus een soort van Bob de Bouwers in je lichaam. En wat we daar dan bij doen is slagroom. En het is natuurlijk vet. Vet zorgt ervoor dat het iets langer duurt voordat het helemaal verteerd is. Dus daardoor kan het ook de hele nacht doorwerken. Daarnaast is het ook kapot lekker. Dus ik vind het helemaal geen probleem. En dat doe ik gewoon in één bakje. En dat gaan we roeren. 75 gram doe ik erbij. Die kwark van jou is zo dik, jongen. Oh my goodness. Maar goed, ik mag niet zeuren. Ik heb vandaag zelf niet. Anyways, voor degene die dachten trouwens dat het een slagroomspuit zou zijn, dat dacht ik eerst ook. Ik dacht, zou ook wel lekker geweest zijn misschien. Maar dit is dus echt die vloeibare slagroom waarvan je dikke slagroom kan maken. En voor mij is het natuurlijk de goede ouderwetse kwark. Gewoon simpel, niet zoals Nos met slagroom en stelen van mijn kwark. Maar gewoon magere kwark met fruit. Dus ik heb een hele bodem aan fruit gevuld met mango en bevroren bosvruchten, zeg maar. En daarbovenop kwark. En zelf voeg ik er altijd nog ongeveer 2 schepjes van die flavor poeder aan toe. Aardbeiensmaak in dit geval. Dat is het laatste wat ik eet. En ik doe er kaneel bij. Lekker hoor. Wat zeg je dat nou weer sarcastisch? Lekker hoor. Lekker hoor. Wil je proeven? Ik zeg het lekker. Ja, is goed. Ja. Ik vind het lekker, want het is heel romig. Met kaneelsmaak. Niet overdrijven. Het is niet vies. Maar niet lekker. Jongen, wel lekker. Ik haal morgen niet meer voor je. Mensen, hopelijk hebben jullie genoten van onze video. We hopen dat jullie in ieder geval veel informatie er weer uitgehaald hebben. We proberen altijd alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Maar het is soms wel eens lastig om alles in één video te proppen. Dus mocht je nog vragen hebben, kan je het altijd even in een comment zetten. Mocht je nou meer info willen over andere dingen, staat dat in de beschrijving. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren. Tot volgende week. Bye!